zeppelin lekt. Ik zal toch niet de kraan open hebben laten staan? Maar mijn groenten krijgen wel lekker extra wat te drinken. Blijf maar lekker doorgroeien, bloemkool. Ik heb super veel zin in bloemkoolsoep. Zal ik een liedje voor je zingen? Doe je mee? Stamp met je voeten. Nou, ik ben helemaal zo soepel als een hoepel. Jij ook, Zeppie? Gelukkig maar. Kennen jullie ze nog? Het zijn Joep en Julia. Ik ben vandaag een prinses. Een prinses? Nee, je bent een heks. Uh-oh. Jij bent vandaag een heks. En dan ben ik, een heks? Oké. Ha! Ik heb je gevangen en ik ga soep van je koken. Joepsoep. Zo, jongen, jij gaat in mijn ketel. Oh, dit wordt een heerlijk soepje met verse groenten uit mijn eigen moestuin. Help! Help! Niemand hoort je. Ik doe er tomaten bij. Oh, zo, hier. En ook wat bloemkool. Oh, dit wordt echt een heerlijk soepje met verse groenten uit mijn groentetuin. Maar ik smaak helemaal niet lekker, hoor. Shh, stil toch. Ik doe er gewoon wat wortels bij. Daar wordt het vast en zeker lekker van. Huh? Alle bezemstelen nog aan toe. Ik zweer dat ik die gezaaid had, maar ik zie alleen maar plantjes. Ik kan ze u wel aanwijzen. Maar dan moet u mij wel uit de ketel halen. Och, nou, dat moet dan maar. Geen soep zonder wortels. Wortels groeien onder de grond. Ik graaf wel een kuil voor u. Onder de grond? Helemaal in het donker? Wat heerlijk. Zo, een kuil graven. Zo, de kuil is voor u gegraven. Nu kunt u ze zelf plukken. Wat een diepe kuil. Maar waar zijn die wortels dan? Ze zijn daar! Ah! Lelijke ouwe heks. Haha, had ik je mooi te pakken. Eind goed, al goed. Kom, Julia. Julia? Julia! Je was er ingetrapt, hè? Het is maar een snoeprups. En rupsen en beestjes, die wil je normaal niet in je eten. Maar ik weet wel een hele leuke manier om ze op te eten. Klinkt gek, hè? Maar ik leg het je uit. Kijk, vandaag maak ik fruitrupsen en smulslakken. En wat hebben we daar allemaal voor nodig? Je hebt nodig selderij, bosbessen, roomkaas, tomaatjes, druiven, een appel en snoepoogjes. We beginnen met het lijfje. En daarvoor hebben we een stuk selderij nodig. Zo, dit stukje hebben we nodig voor het lijfje. En aan de onderkant snij je nog een stukje ervan af, zodat hij goed blijft liggen en niet omrolt. Zo, zit hij helemaal stevig. Als je dat hebt gedaan en je selderij ligt goed stevig, dan gaan we er wat roomkaas in smeren. Zo blijft het huisje van je slak
goed plakken. Helemaal vol. Zo. Dan hebben we een appel nodig. En die appel snijden we doormidden. Zo. En je wilt er eigenlijk een schijfje van maken. Dus we doen het nog een keertje. Dit wordt namelijk het slakkenhuisje. Zo. Maar omdat die zo veel te rond is, snijden we er nog een stukje vanaf. En als je dit dan bovenop de roomkaas zet, dan wordt het al bijna een slak. Zie je dat? Een slak heeft natuurlijk ook een hoofdje. En die maken we van dit mooie tomaatje. Die zetten we zo hier neer en heeft een klein kroontje op. Dat is toch schattig? En een slak heeft natuurlijk ook oogjes. En daar heb ik deze snoepoogjes voor. We pakken weer een beetje roomkaas. Zo, die smeren we erop. Hier, het eerste oogje. Zo, zo. En om het helemaal af te maken, een bosbes voor het staartje. Zo, en daar is je smulslak. Super, super lekker. Die stoute vogels die eten stiekem uit mijn moestuin. Ik ben helemaal klaar mee. Kst, weg jullie. Oh, ze zijn ook niet bang voor me. Ik weet dat. Ik ga een vogelverschrikker maken. Een hele gemene die alle vogels wegschrikt. Kijk, zo eentje ga ik er maken. Zal ik je uitleggen wat we daarvoor nodig hebben? Je hebt nodig potjes in verschillende groottes met een gaatje erin. Wat stro, lijm, touw, vilt en een schaar. We beginnen met het maken van het lijfje. Zo, dat is makkelijk. Die is al klaar. Dan gaan we de armpjes en de beentjes maken. En daar hebben we een stuk touw voor nodig. Zoals deze bijvoorbeeld. Je maakt er een knoopje in. Aan het ene eind. Dan pak je een potje. Dit wordt het voetje. Je stopt het touw door het gaatje. En trekt hem zo naar boven. Dan pak je dit stukje touw. En doe je hem door het lijfje heen. Zoals dit hier. Dan pakken we een kleiner potje. En dit wordt het handje. Het touwtje stoppen we ook door dit gaatje. En dan maken we een knoopje aan het eind van dit stukje touw. Zo. En als je die zo strak trekt, kijk eens, heb je al een armpje en een voetje. Die gaan we vullen met wat stro. Dan pak je wat lijm. Je stopt er flink wat lijm in. Want er kan er ook flink wat stro in. Zo. Goed plukje stro. En precies datzelfde doe je aan de andere kant. En dan krijg je dit. Twee voetjes, twee armpjes en een lijfje. Maar hij heeft dus ook nog een hoofdje nodig. En dat maken we van dit potje. Dit potje zet je er bovenop. En die vul je helemaal met stro. Flink pluk. Hij mist nog iets, hè? Vind je niet? Oh ja, de schrikhaartjes. En die maken we natuurlijk van blauw vilt. Je mag een beetje gekke sliertjes knippen eigenlijk. Want zo komen die gekke haartjes heel mooi uit. Zo, en die stop je er dan in. Hier wil ik er nog één. En hier. En wat dacht je van daar? Hier dan maar nog eentje. Zo. Het enige wat hij nog mist is een gezichtje. En dat doe ik natuurlijk met deze oogjes. Een neusje en een mondje. Ik pak weer wat lijm. Dat doe ik op het oogje. En die plak ik hier. Begint het al een beetje te lijken? Een neusje. Hier. En niet te vergeten een mondje. Zo. Mijn vogelverschrikker is helemaal klaar. Ik ga hem bij de vogels zetten. Och. Ga jij maar hier zitten. Kijk eens. Nou, ga jij even lekker de vogels wegjagen? Zo, ik hoef vandaag geen boodschappen meer te doen. Moet je eens kijken wat er allemaal uit mijn moestuin kwam. Ik heb sperziebonen en wortels, paprika's, tomaten en een komkommer.
Ik weet er iets heel erg leuks mee. Ik ga er een gezichtje van maken. Van de sperziebonen wil ik wel de haren maken. Deze zet ik hier aan de bovenkant. Ik heb wenkbrauwen nodig. Dat maak ik wel even van dit worteltje. Goed doormidden. Nog een keer doormidden. Zo. Die komkommer kan ik wel gebruiken voor de ogen. Oh, zo kijkt hij een beetje verdrietig. Ook wel leuk. Deze tomaat doe ik lekker voor de neus. Een grote rode neus. Zo. Boom. Dan moeten we natuurlijk wel nog wat pupillen hebben op de ogen. Anders dan kijkt hij zo zielig. Dat doe ik lekker met deze paprikaatjes. Ja, dit is leuk. Deze kunnen we gebruiken voor de mond. Mijn groentemannetje is helemaal klaar. Eigenlijk wel zonde om op te eten zo, hè? Ik laat hem lekker staan. Maak er een waanzinnige dag van. En zie je een zeppelin zweven? Zwaai dan even.